In de Engelse koloniën is de overgang naar de politieke zelfstandigheid op een enkele uitzondering na onbloedig verlopen. In tegenstelling tot de Belgische Congo. Daar raakten een groot deel van de missionarissen in gevangenschap tijdens de opstand van de Simba's in 1964. De meeste werden door de Belgische parachutisten en de huurlingen bevrijd. Ongeveer 160 missionarissen werden vermoord. Hieronder 21 kruisheren, waarvan 5 uit het Brabantse Uden. De jongste was 33, Jan Verhoeven. U wist dus dat ze gevangen waren genomen? Ja. Maar zag u het erg in, dacht u? Ja, maar ik zal eens zeggen. Dan Jan die schreef zo opgewekt en opgeruimd. En dan hadden dan nog, dat is gek dat ik zo weinig verstand heb gehad. Want het is toch wel heel erg geweest. Maar met het beginnen ging dat goed zat. En onze Jan die schreef, de zwarte zijn veel beter als veel mensen denken. En als veel mensen, ja, die begreep de zwarte zo goed. Begreep dat. En ik zal eerlijk zeggen, dan zeggen ze nou wel eens, Drika, je hebt toch wel moeite met de zwarte. Zo moeite om daar vriendelijk tegen te zijn. Helemaal niet. Met een uurste, maar gerust weten. Ze worden hoe langer hoe lelijker. Toen ze Janne dood hebben gemaakt, toen dacht ik, oh, het is toch ook geen wonder. Want, maar ja, naar de hand is dat, was dat weg, gauwachtig. En ik heb nooit die mensen veroordeeld. Toch niet. Want de omstandigheden, het is niet dat ze die mensen doodgemaakt hebben uit haat. Maar de, ja, die gebruiken al die verdovende middelen en hennep en dat maken ze allemaal zelf. En dan zijn ze, dan is het net als het spreekwoord, ze de missionaris, dan zijn het leven. Wie kwam het zeggen? De kruisheer hier, de prior. En de rector, en ja. En was vader daar ook bij? Ja, daar was vader bij. Maar ja, dan, toen wist ik het al. Ze hoefde niet meer te zeggen. Het is gebeurd, maar we wisten het. En bij hen, ja, 9 maanden hebben ze vastgezeten. Helemaal vast, ze mogen niet wandelen, ze mogen niet. Met de lange lijsten is ietsjes beter geworden. Dat ze toch weer, maar ja, soms. Maar ze wisten het zelf ook. Ze hebben een dag gebeten. Voordat ze vermoord werden, dat ze eruit moesten. Dat hebben ze ook gewoon gezegd. En toen hebben ze nog eten gekregen, honger. Dat is ook erg, hè. Ze hadden honger, ze hadden niks meer. En toen hebben ze rijst gekregen. Toen kregen de zusters rijst. De zusters zaten er ook bij, hè. En toen hebben de zusters rijst gekregen. En toen vroegen ze of dat ze mogen delen met de missionarissen. En die hebben niks meer nodig, want die zijn overmorgen gedood. Over een halve dag, die hebben niks meer nodig, die zijn dood. En toen geloofde ze het ook niet, maar een uur van te ver hebben ze gezegd, nou beginnen we met de missionarissen. En daar zijn ze ook, toen hoorden ze muziek en ze hoorden een beetje leven. En het had alles tezamen, heeg het een groot half uur, 3 kwartier, heeft dat geduurd. En die hebben ze niet doodgeschoten, maar allemaal mee hakken en messen. Zo'n meskes, grote meskes. Als je dat dan allemaal ja, dan denkt er. Vertelde die kruisheren dat toen aan jullie? Nee, mee, die wisten dat ook nog niet. Die wisten alleen dat ze dood waren. En hoor eens, en hoe reageerde u en hoe reageerde vader? Ja, vader zei niks meer. Vader die stortte in, begrijpt het? Vader zei niks meer. Onze vader heeft veel moeilijker gehad dan ik. En ik zal het eerlijk zeggen. Veel moeilijker. Kon die er niet over praten? Nee, die kon er niet over praten. Tegen mij zelfs niet. Ik heb zo dikwijls geprobeerd, maar onze vader is zo lang gestorven. Die kon niet, tegen mij ook niet. Als ik over onze Jan begon, dan had hij dat na de dood. Zie je dat, hè? Maar dat is gek. Want je ziet veel dingen niet voordat het eigenlijk te laat is. Maar ik heb zo dikwijls geprobeerd om mijn vader over onze Jan te praten, over de missie. Hij wist het zo te draaien, dan maakte hij zo af. Begrijpt het? En vader die kon toch druk proten, en vader waren geen mens, die praten altijd. Maar over onze Jan, nee. Nee, dat is voor onze vader heel erg geweest. Heel erg. En dat weten de kruiseren ook goed. Erger als voor mij. Dat is wel, dat zeggen, als moeder zijn dezelfde toch. Maar ja, dat is toch weer
Maar hoe hebt u nou uzelf daar nou een beetje mee kunnen troosten? Want... Ja, onze Jan, die was zonder de missie. En die was zo, en dat is toch, wat is ten gelukkig wist dat ik dat geweten heb. Snapte dat? Dat was, ja, hij heeft zelf gewild. Alles wat gebeurd is, heeft hij zelf gewild. Als je nou vanuit de kruis gestuurd was, dan was het veel erger geweest. Maar Jan, die was net zo blij dat hij voor de missie benoemd worden. Zo blij, wij niet. Hebben ze nog een begrafenis gehad? Nee, ze hebben niks gehad. Ze hebben geen niks. Ik zal eens zeggen hoe dat begonnen had. Ze hebben ze naar de rivier gedreven. Hebben alles uit moeten kleden, alles af moeten geven. Zo zijn ze naar de rivier gedaan. En oude mensen in de water, die kon niet zo goed lopen. En die dan, als ze niet vlug had gingen, dan duwden ze een geweerkolf in de rug. Ze moesten lopen. En toen zijn ze bij de rivier. En daar hebben ze ze allemaal in gegooid. En in een zwom nog. Ik heb al graag kanaal van zijn Jan zijn. Nee, daar werd er niks af. Maar je denkt zoveel die tijd. En dat doet er nog. Ik denk altijd, oh, zo'n Jan, maar gauw doe het is geweest. Maar het waren nogal een tijdje. Nu waar ik kan eindig. Ja. Ja. Maar ja, dat is toch wel, ja, dat is akelijk. En, er leefde toch altijd mee mee. Hè. Ja. Er is geen dag of gedenkt erom. Dat is gek, maar het is. Maar het is. Hij zal trouwens op het laatst wel meer aan jullie gedacht hebben dan aan zichzelf. Ja, daar heb ik zo dikwijls gedacht. En Jan die zei altijd, moeder, wij moeten goed in ons gedachten houden dat ze ons niet hebben geroepen. Dat we gekomen zijn.